dokter Steven Becks, na een paar maanden stilte hier op het oefencomplex, veel beweging. Wat staat er vandaag te gebeuren? Vandaag hebben we heel de spelerskern en ook iedereen van de staf testen om corona. Om te kijken of er toch geen besmette mensen gaan bij zijn. Zeker in functie van de opstart van de trainingen de komende weken, dat we niet met een broeihard zitten in de club zelf. Ja. Misschien een praktische vraag. Het is met de befaamde test in de neus. Waarom gebeurt die test via de neus als de longen meestal aangetast worden door die ziekte? Ja, dat klopt niet helemaal. Dus eigenlijk als de longen geïnfecteerd zijn, dan zit je al een stadium verder. Dat zijn ook de mensen die effectief in de ziekenhuis belanden. Maar de meeste mensen hebben enkel een infectie in de neus. Dus het virus komt ook binnen via de neus. Gaat daar aan de slijmvliezen zich eerst nestelen. En de eerste dagen is daar vooral de broeihaard van de virussen. En bij eventuele latere stadia kan dat zich afzakken naar de longen. Maar dat is enkel bij de mensen die chronisch ziek zijn of al een slechte gezondheid hadden. Maar de meeste mensen blijft het beperkt tot een infectie van de neus en de keelholten eigenlijk.